Wat is dan een beetje het doel van uw kunst? Nou, ik vind het wel heel leuk om mensen aan het lachen te krijgen. Dat vind ik heel belangrijk en dat is ook heel leuk. De hele dag zien we al mensen lachen om dit soort dingen. Dus dat houden we erin. Doet u het al lang? Nou, ik ben begonnen al een jaar of 40 geleden met schilderen. En toen ben ik op een gegeven moment overgestapt, toch wel driedimensionaal. En dan kun je toch weer even meerdere dingen doen. Dus. En waarom doet u dit? Ja, dus een uitlaatklep. Sporten ging niet meer zo goed. En ik vind het gewoon heerlijk met je handen bezig. Ik heb een website. Moet je natuurlijk even kijken. Ik heb hier een kaartje voor je. Alsjeblieft, even voor de camera houden. Ja. En doet u vaker dingen zoals dit? Ik heb laatst 3 maanden in het ziekenhuis in Alkmaar dingen neergezet. Ook allemaal keramiek in en vitrines. Het heet kunst als medicijn, zo noemen ze dat daar. En het werkt natuurlijk wel heel goed met mensen die ziek zijn en afleiding hebben van wat dan ook. Kunst, heel belangrijk. Ik zie dat u op verschillende ondergronden schildert. Ik zie eieren, stukjes doek, grote doeken. Ja, dat is verband. Ja, en dit zijn canvas of linnen doeken. Wanneer kiest u voor welke soort ondergrond? Waar ik daarvoor kies? Ja, soms heb ik al een idee in mijn hoofd met wat ik wil gaan maken. En is dat bepalend voor de ondergrond die ik gebruik. En soms zie ik iets in een materiaal, zoals in dit geval het verband. Dat ik daar wat mee wilde. En ook de uitdaging zag van hoe krijg je daar überhaupt iets op. En daarmee ben ik gaan spelen eigenlijk. En daar mijn eigen ook wel heb verrast met wat daarmee kan. En hopelijk ook degene die dat waarderen en zien, die dat ook waarderen. Want wat is de inspiratie van uw kunst? De inspiratie voor de kunst? Ja, dat komt vooral meer uit mezelf. In die zin wil je een verhaal vertellen of iets overbrengen of een gevoel. Ik schilder eigenlijk ook wel zelf, omdat ik er zelf veel uit kan halen. En mijn emotie daarin kwijt kan en daarin neerzet. En dat misschien zelfs ook wel een beetje nodig heb. En dat vooral heel lekker vind. Het mooiste is gewoon een leeg doek en daar iets van maken, maar dat ook gewoon in 1 minuut helemaal kunnen veranderen en daar iets heel anders mee kunnen doen. U vertelde al, u doet Tiffany art. Het lijkt voor mij een beetje op glas en lood. Wat is het verschil daartussen? Nou, het glas in lood, daar is echt, dat zijn profieltjes van lood, die zijn een U-profieltje, daar is het glas ingeschoven. En alle kruispunten worden aan elkaar gesoldeerd, dus het glas is eigenlijk opgeborgen in het lood. Bij Tiffany maak je gebruik van koperfolie, zelfklevend, en dat plak je om de randen van het glas heen, zoals je hier ziet. En aan beide zijden laat je het een heel klein stukje oversteken, het koper. Dan leg je de stukjes glas tegen elkaar aan en het koper, dat soldeer je dan dicht. Dan wordt het helemaal zilverkleurig, dat is eigenlijk de kleur van solderen ook. Maar omdat ik zelf het mooi vind om het zwart te krijgen, is daar een speciale chemisch middel voor. Dat is blauw water, dat behandel je. Het soldeermeen wordt het in één klap wordt helemaal zwart. En het heet patina. Dat kan je dus gebruiken om de zwarte kleur te krijgen. We zagen net al dat u even bezig bent. Kan dat dan zomaar tot u komen, wat u wil maken? Of waar komt dat vandaan? Het is niet dat ik iets tot me komt. Het is meer dat ik gewoon tijdschriften heb en boeken. En ik heb heel veel dingen uitgeknipt. Ik heb ook echt een verzameling mensen, verzameling gebouwen, verzameling natuur, verzameling. En het kan ook zijn dat ik het allemaal even op de grond zo om me heen uitstal. En dat ik denk, oh, ik heb dit en ik heb dat en ik heb zus. En dat is eigenlijk met die plastic werken ook. Dat is allemaal recycled plastic, wat ik in de loop der jaren heb opgespaard bij Koninginnedag gratis mee te nemen van mijn werk in de kinderopvang. En dat is ontstaan dan. Zit daar dan nog een criterium aan van dat vind ik wel leuk of daar zie ik wel wat in, daar zie ik niet wat in? Wanneer neemt u iets mee? Ja, het moet wel een beetje absurd zijn, zeg maar. En het moet ook wel, bijvoorbeeld wasmiddelenflessen, dat is een geweldig basis iets. Dan kom je dat op een gegeven moment achter. Dan denk ik van, oh, wasmiddelenfles knip ik open en daar kan dan iets aan ontstaan. En hoe is het begonnen? Het is begonnen met plastic.
dat ik zag dat er heel veel plastic werd weggegooid, plastic speelgoed, bij een kinderopvang waar ik werkte. En dat nam ik mee naar huis en daar ging ik mee collages maken. En uiteindelijk ben ik de laatste tijd meer met papier bezig. En dan kan ik uren lekker knippen en heel minimaal. En, ja. Doet u dit fulltime? Nee.